Apollonia Sterks, jij hier op de TMF Award. Het was toch compleet voor jouw tijd? Ja, klopt. Ik heb eigenlijk echt geen idee wat de TMF Awards zijn. Want dat is, blijkbaar was dat wel altijd een keigoed event, maar ik ben een beetje geïnformeerd geraakt door mijn mama natuurlijk. Dus ik heb er wel zin in, ja. De optredens zien er goed uit, dat is het. En ik ken een paar, maar niet allemaal, want het is toch echt van voor mijn tijd. Dus echt wel. Ja, want wanneer ben jij geboren? 2006. Ja, dat was wel voor de tijd van TMF, dus jij weet niks van TMF. Nee, eigenlijk niet, nee. Maar ja, ik vind het wel leuk. Nu leer ik het ook een beetje kennen, dus het is wel fijn. Ja. Heeft jouw mama dan van die verhalen verteld waar jij van denkt? Ik weet dat ze wel zei tegen mij van de TMF Awards was toch wel altijd zo het grootste event van het jaar met zo'n dikke afterparty. Dus dat heb ik wel meegekregen. En dan ja, Een paar mensen die komen optreden, dat ze zeiden, ah ja, die ken ik en die zijn echt van mij, die hebben goede hits gemaakt. Dat wel leuk om zo een keer op te zoeken en zo, ah ja, ja, oké. En sommige dingen herkende ik wel, dus dat is wel leuk. Zeg maar, het is vanavond Halloween. Eigenlijk is het een Halloweenfeestje. Waar is jouw verkleedkind? Ik ben meer voor de fancy glam outfit gegaan. Nee, maar het is Halloween, maar ik dacht toch, we gaan een beetje deftig, een beetje vol glam gaan. Dat is altijd leuk. Want jouw collega van jou wel eens, zij is wel al de way gegaan, hè? Je had ze niet herkend. Nee, ik had ze niet herkend. Ze stond daar net en ik dacht, hè? Huh? En ze was zo aan het zwaaien. Ik dacht, wie is dat nu? Maar dan zag ik dat Vanja was. Dat was kei grappig, maar wel goed gedaan. Echt kei leuk. Dus volgend jaar kunnen jullie samen... Eigenlijk wel. Dat is nog een goed idee. Ja, dat kunnen we doen.